Ik krijg een seintje dat we kunnen beginnen. En dat seintje krijg ik natuurlijk niet alleen vanuit de zaal, maar ook van de heren technici die verantwoordelijk zijn voor de livestream van dit mini-symposium. Dames en heren, van harte welkom bij het Noord-Hollands Archief. Van harte welkom in de Janskerk, het publiekcentrum van het Noord-Hollands Archief, bij het mini-symposium over de wiskundige Brouwer. Een bijzonder woord van welkom voor de wethouder van cultuur. Zij heeft een zware nacht achter de rug als GroenLinks-wethouder, Marie-Thérèse. Maar desalniettemin ben ik ontzettend blij dat ze als wethouder van cultuur en tevens bestuurslid van het Noord-Hollands Archief hier aanwezig wil zijn. Een ander woord van welkom aan, ik mag wel zeggen, je zou eigenlijk zeggen de godfather, maar het is eigenlijk de godmother van de acquisitie van dit archief van de wiskundige Brouwer. En dat is Godelieve. Waar zit je, Godelieve? Ja, Godelieve Bolten. Velen van u zullen haar kennen. Zij is voor een belangrijk deel ook verantwoordelijk voor de acquisitie van ongelooflijk veel wetenschapsarchieven. Maar niet alleen voor de acquisitie, ook voor het toegankelijk maken daarvan. En dat is minstens zo belangrijk. Dan zei de wethouder, toen ze binnenkwam net, oeh, het zijn wel heel veel mannen. Maar als ik nu zo over het gezelschap heen kijk, dan denk ik, dan valt dat eigenlijk nog best wel mee. Want ik zie toch nog wel een aardig aantal vrouwen. Dus ik wil bij deze alle vrouwen van harte welkom heten bij deze bijeenkomst. En dan tot slot wil ik de sprekers uiteraard van harte welkom heten. En dat is Wim Veldman van de Radboud Universiteit in Nijmegen, Jan van Meel van de Universiteit van Amsterdam en Teun Koetsier van de VU. Ik vind dat altijd wel mooi als ik dan de UvA en de VU achter elkaar genoemd vind. Ik ben zelf een student geweest en ook een studentassistent aan de VU. En wij mochten dan altijd vakken volgen die aan de VU niet gegeven werden bij de collega's van de UvA. En zo kwam ik terecht voor het vak archivistiek aan de UvA op de Herengracht bij het historisch seminarium bij professor Van der Gouw. En dat was een legendarische professor. En als ik dan de beurt kreeg om een tekst voor te lezen in het Latijn, Latijnse paleografie, dan zei hij nooit, dan is nu de beurt aan meneer Zootsma. Nee, dan zei hij, dan is nu de beurt aan de vertegenwoordiger van het protestants bolwerk aan de andere kant van de stad. En dat zei hij echt stevast. Nou, mijn naam is dus Luwe Zootsma en ik ben nog 2 maanden directeur van het Noord-Hollands Archief. En na 2 maanden word ik vervangen. Gisteren is het persbericht uitgegaan door een nieuwe directeur en dat is Willeke de Groot. Dames en heren, in het midden van de jaren 80 van de vorige eeuw werd het voormalig Rijksarchief in Noord-Holland aangewezen als concentratiepunt voor wetenschapsarchieven. Archieven van wetenschappelijke instellingen en vermaarde wetenschappers. Sindsdien is er een gestage stroom met wetenschapsarchieven naar Haarlem gekomen en beheren wij op dit moment zo'n 150 archieven en collecties die gezamenlijk rond de 3 eeuwen wetenschapsgeschiedenis vertegenwoordigen. Variërend van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen en het Koninklijk Wiskundig Genootschap tot persoonlijke archieven van Nobelprijswinnaars als Pieter Zeeman en Hendrik Antoon Lorentz. Maar bijvoorbeeld ook de archieven van Hans Freudenthal en het Wiener Kreutz. Een van de laatste grote aanwinsten, Godelieve bevestigde mij net nog, die zij heeft mogen doen, was de verwerving van het archief, het persoonlijk archief van de beroemde Nederlandse wiskundige professor L.E.J. Brouwer. Circa 8 strekkende meter met manuscripten, correspondentie en documenten.
Dat archief is de afgelopen tijd geschoond en geïnventariseerd en is daarmee toegankelijk en beschikbaar voor een breed geïnteresseerd publiek. Om dat te vieren en extra onder de aandacht te brengen, is dit mini-symposium georganiseerd. We zijn blij dat dat weer fysiek mogelijk is, want we hebben een hele tijd moeten wachten en we hadden diverse data al gepland de afgelopen 2 jaar dat we dit zouden gaan houden. Maar we hebben gezegd, het kan niet zo zijn dat we dit alleen maar digitaal via een livestream gaan doen. Wij willen dat het ook weer fysiek mogelijk is. En aan de goede vulling van deze zaal zien we dat dat ook door u gewaardeerd werd. Nog afgezien van alle mensen die thuis of op kantoor meekijken. Dan volgen nu, in volgorde van zoals ik ze opnoem, de referaten van Wim Veldman, Jan van Mil en Teun Koetsier. En ik mag u nog meegeven dat eventuele vragen na afloop behandeld kunnen worden bij de borrel. En dat is tegelijk de uitnodiging voor een hapje en een drankje na afloop van dit mini-symposium in het archiefcafé. Dan geef ik nu heel graag het woord aan Wim Veldman. Nou, ik denk dat ik kan beginnen, ja. Okay. Het is een grote eer dat ik mag proberen iets duidelijk te maken van Brouwers denken over intuïtionistische wiskunde. En, het is ook wel moeilijk om dat in die korte tijd goed te doen, maar ik moet het proberen. Ik wil vooropzetten dat Brouwers de benadering van de wiskunde is afwijkend van de benadering van veel anderen. En die is in ieder geval wel verhelderend en leerzaam. Ook als je na een tijdje zou zeggen, nu ja, ik heb het gezien. Ik heb hier het belangrijke punt opgeschreven dat Brouwer er de nadruk op legt dat wij, als we wiskunde doen, zelf dingen aan het doen zijn en elkaar vertellen wat dat is en hoe we dat gedaan hebben. En dat we niet aan het rapporteren zijn over een werkelijkheid die we waarnemen op een of andere manier. Natuurlijk is dit beeldspraak, maar het is ook een soort, het geeft aan hoe hij op de zaak afgaat. Ja. Ik wil het werk van Brouwer proberen te zetten in het perspectief van Cantor. In 1873 heeft Cantor ontdekt dat er onaftelbaar veel reële getallen zijn. En hier, dat kwam omdat Cantor zelf ook al aan het nadenken was over hoe het begrip reëel getal goed gedefinieerd zou kunnen worden. En hier is de vereenvoudigde versie dat we het hebben over oneindige rijen van natuurlijke getallen. En als ik daar een oneindige lijst van maak, alfa 0, alfa 1, alfa 2, die komen eigenlijk stap voor stap tot mij, alfa 0, alfa 1, alfa 2. En bovendien komen van elk individu uit die rij de afzonderlijke waarden ook stap voor stap tot mij. Alpha 00, alpha 01. En ik zal dat een beetje kriskras moeten doen om die hele rij van oneindige rijen te zien ontstaan. En terwijl dat gebeurt, kan ik een nieuwe rij maken die zal worden overgeslagen. En dat is het beroemde diagonaal argument van Cantor. Dit is een geweldige ontdekking natuurlijk, dat er 2 soorten oneindig zijn. Er zijn essentieel meer rijen van natuurlijke getallen
dan natuurlijke getallen. En dat leidt tot het probleem hoe we moeten denken over de verzameling van alle oneindige rijen natuurlijke getallen. Ik krijg die elementen van die verzameling niet bij elkaar verzameld. En we moeten er een beetje bij stilstaan dat Cantor het woord verzameling ook een beetje activistisch gebruikt. Hij zegt, ik moet de dingen bij elkaar halen. Zoals ook ons eigen woord verzameling al suggereert. De verzameling is de handeling en ook het resultaat van de handeling. Goed. Brouwer heeft hier erg over nagedacht en heeft gezegd, we moeten op een andere manier over met deze verzameling te werk gaan. We kunnen niet zeggen dat die elementen bij elkaar gesprokkeld worden, maar we moeten het zien als een raamwerk waarbinnen we van alles zouden kunnen gaan doen of van alles zouden kunnen gaan ontmoeten. Ja. Goed. En dan komt het beroemde woord unfertig. Wat Cantor ook al gebruikte, want Cantor heeft dat in ieder geval gebruikt in briefkaartjes aan Dedekind. Want Cantor heeft gezien, naar aanleiding van dat diagonaal argument, dat elke verzameling meer deelverzamelingen heeft dan elementen. En daarom kan het geheel van alle verzamelingen geen verzameling zijn. En Cantor gebruikt daar de uitdrukking onvertige mengen. Ik krijg hem niet af. Okay. En bij Brouwer komt het woord onvertig ook voor, maar veel eerder. Die zegt, ja, ik krijg de rij 0, 1, 2, 3 al nooit af. En omdat hij zo denkt over oneindige rijen als onaf en stap voor stap bekend wordend, kan hij ook op de gedachte komen, ik weet eigenlijk niet zoveel van die oneindige rijen af. Terwijl de rij stap voor stap ontstaat, kan ik de vraag maken, zal er ooit een 1 in deze rij komen? En dan kan ik die vraag niet beantwoorden, zolang de rij in wording is en de 1 nog niet is verschenen. En dan maakt hij zijn beroemde voorbeeld met de decimaalontwikkeling van pi. Dus hij zegt, ik maak een rij die pas 1 wordt als ik in de decimaalontwikkeling van pi. En dat is ook iets wat ik stap voor stap voor elkaar krijg, ja. Als ik daar een keer 99 negens achter elkaar zie staan. En dan is dus de uitspraak, in die rij komt een 1 voor of in die rij komt niet een 1 voor, daar is volgens Brouwer geen goede grond voor. Want dat woord of, dat ik hier ook dik heb gemaakt, dat interpreteert hij sterk. Dus als ik het A of B zeg, dan bedoel ik dat ik 1 van de 2 weet en kan bewijzen. Ja. Goed, en dan heeft Brouwer natuurlijk veel negatieve opmerkingen gemaakt over de logica, ook in het kader van de polemiek van zijn tijd. Hè. Logica, dat zijn slechte gewoonten uit de tijd dat ze alleen aan eindige verzamelingen dachten. En het zijn observaties over de taal van de wiskunde en het is niet een leidraad voor de wiskunde. Ja. Daarmee vertolkt hij ook een gevoel wat op een bepaalde manier breder leeft, dat de logica niet de weg kan wijzen. Ja. En dan heeft hij natuurlijk gezegd, dat gebruik van die klassieke logica, dat brengt ons op verkeerde ideeën. Ja. Als we een klassiek bewijs lezen, dan zien we daar vaak onuitvoerbare gevalsonderscheidingen. Ik kom een oneindige rij tegen en nu zijn er 2 mogelijkheden. Er komt een 1 of er komt niet een 1. In het eerste geval doen we dit, in het tweede geval. Dat kan niet volgens Brouwer.
Dus die redenering, die wil hij weg hebben. Goed. En dan heb ik hier als voorbeeld gegeven, ja, ik kan een oneindige rij maken, ja, ja. En dan is een bekende of een disjunctie, een gevalsonderscheiding die je kan maken is, in die rij komen oneindig veel nullen voor of er komen oneindig veel enen in voor. En die beslissing is onmogelijk te nemen. Ja. Ik kan dus geen limietpunt van die rij aangeven. Men zegt er bestaat zo'n limietpunt. Maar als je vraagt waar dan, dan is daar geen enkel antwoord op te geven. Ja. Er is geen benadering van een limietpunt te geven. Ja. Hier is een ander voorbeeld. Dus hier zie je de dunne zwarte lijn die loopt van 0 naar zeg ongeveer een half. Dan blijft die een tijdje constant en dan loopt die weer verder naar 1. En dan is dat een continue functie. En er wordt verteld dat er dan tussen waardestelling geldt. Dus dat ik voor elke waarde tussen 0 en 1 een punt kan vinden waar die waarde wordt aangenomen. En daar heb ik een problematische waarde geschreven. Als ik een half neem met een kleine verstoring erbij, namelijk min een half tot de macht k99. Oh, dat is een heel klein getal. En misschien is het wel 0 als k99 niet bestaat. Maar als het k99 er wel is, dan weet ik niet of het positief of negatief is. Tenminste, dat zou ik moeten weten om te beslissen waar dat punt ligt, waar die tussenwaarde wordt aangenomen. Dus, ja, hier zien we dat Brouwers kritiek leidt tot een subtielere taal. Dus verschillende uitdrukkingen die in de gewone wiskunde voor equivalent worden gehouden, die zijn als je constructief denkt niet hetzelfde. Dus de tweede bewering hier is de sterkste van de drie. Hè? Als ik zeg niet P of Q en neem of weer, zoals Brouwer het benadrukt in de sterke zin, dus niet. Ik kan dan één van de twee bewijzen. En als ik één van de twee kan bewijzen, dan kan ik ook de bovenste bewijzen. Ja. Okay. En omgekeerd niet. En die derde is dan verder de zwakste van de drie. Dan heeft Brouwer, behalve dus dat hij de logica heeft verfijnd, blijkt uiteindelijk, heeft hij ook bepaalde principes ingevoerd. En één daarvan is het volgende. Als ik een methode heb om aan elke mogelijke oneindige rij, alfa 0, alfa 1, alfa 2 enzovoorts, een natuurlijk getal f alfa vast te maken, de waarde van de functie in dat punt, dan moet ik dat kunnen als ik nog maar een eindig stuk van alfa weet. Ik moet me altijd kunnen voorstellen dat die alfa stap voor stap is ontstaan. Ja. Dus dit is een principe wat Brouwer wil volhouden. En als je dat consequent doet, dan zijn er allerlei gevolgen die de moeite van het bekijken waard zijn. Ja. Hier is het andere belangrijke axioma, of een ander belangrijk axioma van Brouwer. Dat gaat over oneindige rijen nullen en enen. Je ziet hier die boom die zich steeds weer vertakt, ja, en daarin klimmen wij omhoog. En je mag iedere keer zelf kiezen welke kant. Hè. Dat mag je dan doen tot in de eeuwigheid. Ja. En nu is er bovendien gegeven dat je altijd op zo'n rode punt komt als je omhoog klautert. Hè. Dus als je omhoog klautert in deze boom, kom je altijd ergens bij een rode punt. Dan zegt de stelling dat ik zo'n dubbele rode streep kan trekken. En dat is, ik kom altijd binnen zoveel stappen bij een rode punt. Dat is een claim van Brouwer. Een heel merkwaardige claim, ja. Want hij zegt,
Hoe kan ik weten dat ik altijd een rode punt ontmoet? En dan zegt hij, ja, dat ga ik... Ik neem een S. Een S is een eindig beginstuk in deze boom. Dus een of ander eindig takje. En ik zou kunnen weten dat als ik bij S ben, dat ik dan altijd een rode punt zal ontmoeten, omdat S zelf al een rode punt is. Dat is de simpelste manier om het te weten. Ja. Goed. En verder kan ik het ook weten, omdat ik, ja, ik sta op een bepaald vertakkingspunt in deze boom en ik weet, als ik linksaf ga, zal ik altijd een rode punt tegenkomen. En ook als ik rechtsaf ga, zal ik altijd een rode punt tegenkomen. Dan kan ik zeggen, ik kom altijd een rode punt tegen. Goed. Ja, dus Brouwer beweert dat er, als het waar is, dat elke oneindige rij botst op een rode punt, dan heb ik een bewijs wat alleen met dit soort stappen werkt. En daaruit concludeert hij het bestaan van die dubbele rode streep. Goed. Dan gaan we terug naar het begin, want Cantor's ontdekking heeft geleid tot de continuumhypothese. En dat is de volgende bewering. Als ik een deelverzameling neem van C, en C dat is die verzameling van oneindige rijen die alleen de waarde 0 en 1 annuleert. C is ruimte van Cantor. Dat is ook het recht dat Cantor daarin wordt herinnerd. Dus als ik een oneindige verzameling van binaire rijen neem, en die is meer dan oneindig, die is overaftelbaar. Dus die, ik weet hetzelfde als wat Cantor in het begin heeft aangetoond voor de hele verzameling van alle oneindige rijen, dan is die inbedbaar in X. Ja, dat is het vermoeden van Cantor. Want dan moet je dan nog wat verder knoeien en dan kom je tot de conclusie dat die dan ook even groot is als X. Daar gaan we maar even overheen. Maar Cantor heeft een speciaal geval bewezen. Dat is tegenwoordig bekend als perfect set theorem. En dat heet in de geschriften van Brouwer, dat is Cantorsche Haupttheorem. En dat is dat dit waar is als je aanneemt dat de verzameling X gesloten is. En Brouwer heeft ontzettend veel energie gestopt in het intuïtionistisch maken van een bewijs van deze bewering. En eigenlijk is dat mislukt. En dat zegt hij ook zelf. Maar hij heeft een aantal lange artikelen intuïtionistische mengenleren geschreven. En uiteindelijk is hij niet tevreden over het resultaat. En ook later heeft hij dat zelf toegegeven. Ja. Goed. Ja, en dit is mijn laatste slide. Okay. Ja. En die wil ik gebruiken om te laten zien dat er grappige dingen mogelijk zijn. Okay. Dus die n is een natuurlijk getal. Ja, goed. Q, en dus mijn perspectief voor de toekomst is onbeperkt. Hè. 0, 1, 2 zijn natuurlijk de mensen in de zaal die weten over een paar jaar is er niet meer. Maar daar heb ik niks mee te maken. Dat is... Het is niet mijn perspectief. In mijn perspectief kan ik altijd verder gaan. Ja, okay. En dan heb ik het volgende. Op tijdstip N wordt er gepraat. En PN is, na tijdstip N wordt er niet meer gepraat. Kijk, dat is een mooie definitie van de voordracht is klaar. Ja. Na tijdstip N wordt er niet meer gepraat. Nou, dan kan ik zeggen, deze voordracht eindigt, betekent... Er is een moment zodat er daarna niets meer gezegd wordt. Ja. Okay, dat is de meest recht toe recht aan manier om er het einde te vinden. Maar nou kan ik daar een verzwakking doen op de volgende manier. Die existentie, het existentie wordt dat is... Je krijgt altijd boter bij de vis, bij de individualisten. Als er zo'n N is, dan komt er één op tafel. Goed, dus er is een moment N... Zodat daarna, en nou blijkt dat er daarna toch gepraat wordt. Ja, QP. Oké, wat dan? Dan krijg je een nieuwe datum. Ja? Dus we zouden kunnen afspreken, ik stop niet, maar
als ik dan toch nog wat ga zeggen, dan zal ik daarna beloven wat het volgende tijdstip wordt. Dat is dus misschien. Hè? Dus hij stopt misschien. Dus als er nog geluid komt, dan zal hij dan... Kijk, en dat kun je herhalen. Dat kun je herhalen. Oké. Ik kan ook zeggen, nou, dat mag 2 keer gebeuren. Ik kan ook zeggen, dat mag 3 keer gebeuren. Ik kan zelfs zeggen, op het moment dat ik nog een keer lawaai ga maken, dan zal ik zeggen hoe vaak je nog mag vragen. Dus kijk, en dan krijgen wij om dit te nummeren, krijgen we ordinaalgetallen. En dat is nou juist waar Brouwer, een van de dingen waar Brouwer mee zat te worstelen, dat was het goed omgaan met die aftelbare ordinaalgetallen. En dat zien we dus hier al gebeuren. Ja, oké. Dus dat leek me leuk om aan het einde te vertellen. Ik denk dat ik ongeveer aan de 20 minuten ben. Ja, oké. Dank u wel. Hartelijk dank, Wim. Ik ga verder met Brouwer. Dus Brouwer als topoloog. Dat is er een heel ander verhaal en ook een heel ander soort wiskunde. Wat is topologie? Bij topologie gaat het over meetkundige figuren en over continue vervorming. Als je kijkt naar die 4 of 5 figuren die je daar in het plaatje ziet staan, die kun je allemaal continu in elkaar over laten gaan. En daarom zijn die voor een topoloog allemaal hetzelfde. Alhoewel ze er meetkundig anders uitzien, maar voor een topoloog zijn die figuren allemaal hetzelfde. Hier zie je de aankondiging van een Nobelprijs over topologie. En je ziet dat de Zweedse Academie, die is bezig met pretzels, dat zijn dus oppervlakken en met gaten. En die gingen dat echt uitleggen. Wat is topologie? En toen kondigden ze aan dat er een aantal fysici waren die de Nobelprijs kregen voor dus topologisch werk. Dus topologie heeft allerlei hele interessante toepassingen. En dat zal ook blijken uit mijn voordracht. Dus de term topologie werd in de 19e eeuw voor het eerst gebezigd door meneer Johan Benedict Listing. En dus de kampioen van de topologie is de originele en dwarse denker Brouwer, waar wij het nu op dit symposium over hebben. Hij was en is de absolute kampioen van de topologie. En iedereen kent deze uitspraak. Na enige jaren zal ik obscuur moeten zijn, dan zal mijn greep gevoeld te worden. Heel veel mensen denken dat over zichzelf als niemand die uitspraak hoort. Weinig mensen zeggen dat hardop als iemand anders dat ook kan horen. En voor nog minder geld dat die uitspraak ook waar is. En voor Brouwer kwam het helemaal uit. Na enkele jaren was die obscuur en toen werd zijn greep gevoeld in de topologie. Vanaf 1910 volgde zijn dus doorbraak en daarmee vestigde hij zijn naam in de wiskundige wereld. En zijn topologische resultaten waren indrukwekkend. En slechts in 2 jaar tijd groeide die uit tot de absolute topologische top van de wereld. En hij voorzag het allemaal. Dat was het knappe van hem. Een parel uit 1910 is zijn stelling over 3 dus disjuncte samenhangende open verzamelingen in het vlak die elk dezelfde onsplitsbare rand hebben. De zogenaamde lakes of wada. Wat is dat? Schoenvlies in 1908 die stelde dat als je een samenhangende rand hebt die de rand is van 2 verschillende open samenhangende verzamelingen, dan moet die rand splitsbaar zijn. En wat is een splitsbare samenhangende topologische ruimte? Dan moet die samenhangend zijn en je moet hem kunnen schrijven als de echte vereniging van 2 gesloten samenhangende deelverzamelingen. En Brouwer
die bewees dat het niet waar is. Door zijn Lex of Wada. En zijn voorbeeld is zelfs compact en is daarmee het eerst bekende onsplitsbare continuum. Nou, dat was een parel. En als je kijkt naar hoe dat Brouwer dat deed, dan zie je dat hij een fabelachtig en meetkundig inzicht had. Hier, het is een plaatje, een van de twee plaatjes uit zijn artikel in de Mathematische Annalen uit 1910. Als je naar de Mathematische Annalen gaat, dan zie je dat je die twee plaatjes kunt uitvouwen. En dus mijn gevoel is dat dit een echte tekening van Brouwer zelf is. Dat hij die gewoon gegeven heeft en dat de Mathematische Annalen dat gewoon ingevoegd hebben. Iemand die dat kan, die ziet het voor zijn ogen. En het vinden, het is 5 minuten. Ik weet zeker dat Brouwer veel langer deed over het nadenken over de vraag van de schoenvlies. En wat bevalt me daar niet in? En toen zag hij het voor zijn ogen in 5 minuten. En het opschrijven was een heel werk. Een fabelachtig, meetkundig inzicht blijkt hieruit. Het is onbegonnen om in korte tijd een overzicht te geven van al het topologische werk van Brouwer. Dus ik zal het enkel hebben over enkele hoogtepunten. Maar die wel degelijk enorm hout snijden. Het bekendste resultaat van Brouwer is zijn attackpuntstelling. Als je de massieve N-bol neemt in de Rn, dan heeft hij de dekpuntseigenschap. Elke continue afbeelding van dat ding in zichzelf heeft een dekpunt. Dus de meeste wiskundigen kennen de stelling, gebruiken hem ook, maar niet al te veel wiskundigen weten ook hoe je hem echt moet bewijzen. Want het is lastig om dat te doen. De lijst met toepassingen is eindeloos in heel veel vakken van de wiskunde. Overal zie je die dekpuntstelling van Brouwer en zie je daarvan toepassingen. Zelfs in de economie en in de speltheorie. Hier heb je het bekende artikel van John Nash over de speltheorie, waarvoor John de Nobelprijs kreeg. En je zal zeggen, wat heeft dat te maken met Brouwer? Wel nu, het fundament van zijn artikel is Brouwer. Want kijk maar, dit is 1 pagina, dit is een volgende pagina, dat is het hele artikel. En als je het een beetje uitzoomt of inzoomt, dan zie je dat hij ergens een dekpuntstelling van Kakutani toepast. En de dekpuntstelling van Kakutani is een rechtstreeks gevolg van de dekpuntstelling van de Brouwer. Dus ondanks het feit dat hij de Brouwer niet expliciet noemt, is Brouwer fundamenteel voor het werk van John Nash. Een tweede hoogtepunt is de zogenaamde simpliciale benaderingsstelling die als een rode draad door het werk van dus Brouwer heen loopt. Voor hem was deze stelling een fundamenteel stuk gereedschap. Elke keer in alles wat hij doet, zie je die stelling weer terugkeren. Dus ruwweg zegt de stelling het volgende. Als je twee simpliciale complexen hebt en een continue functie. Een continue functie kan een hele akelige, naar vervelende functie zijn. Dan kun je die functie benaderen door een simpliciale afbeelding. Als je de simpliciale complexen maar voldoend onderverdeelt. Zodanig dat de approximatie nabij, dus de oorspronkelijke afbeelding is en daarmee homotopisch. Dus heel veel globale eigenschappen van die continue functie, die vind je terug in die simpliciale afbeelding. En dat maakt het werken veel makkelijker. Het resultaat was fundamenteel voor de ontwikkeling van de algebraische topologie. En leiden het tijdperk in van de combinatorische topologie. En dat zie je heel vaak bij de grote wiskundigen, dat alle ontdekkingen die ze doen hebben enorme implicaties en openen nieuwe vakgebieden. En hier zie je daar een voorbeeld van. Het tweede is even notatie, dus de N-sfeer in de Rn, N plus 1, u allen wel bekend. En z, 0, plus of min 1, dus enzovoorts. Nou, als je een continue functie hebt van Sn naar Sn, dan kan Brouwer daar een getal aan hangen. En dat noemde hij dus de afbeelding
afbeeldingsgraad van die continue functie. En die afbeeldingsgraad heeft de volgende eigenschappen. Als je twee homotope continue functies hebt, dan zijn die afbeeldingsgraden hetzelfde. En als je dus de identiteit op Sn neemt en een constante afbeelding op Sn, dan hebben die verschillende afbeeldingsgraden. De identiteit heeft afbeeldingsgraad 1 en een constante afbeelding heeft afbeeldingsgraad 0. En dat betekent dus dat de identiteit op Sn en een constante afbeelding zijn geen homotope functies. En dat is een onvoorstelbaar krachtig resultaat waar je bijvoorbeeld ook de dekpuntstelling die ik net noemde uit kunt afleiden. Nou, als n is 1, dan is het heel erg simpel. Dan heb je een functie van de cirkel in zichzelf. En dan laat je een punt van de cirkel één rotatie maken. En je loopt helemaal rond. En dan kijk je hoe het beeldpunt heen en weer gaat. En elke keer als die heen en weer gaat, in positieve of in negatieve richting, tel je het zaakje op. En wat eruit komt, dat is de afbeeldingsgraad van die afbeelding. Dus het afbeeldingsgetal van de afbeelding, z tot de n-de, is n. En voor willekeurige n-sferen is het bewijs eigenlijk hetzelfde, maar moet je een beetje meer lineaire algebra erin gooien en dan rolt het er zo uit. Er volgden weer enorm veel beroemde toepassingen en nieuwe ontwikkelingen. Heel de topologie van Rn komt daaruit naar voren. De topologie van variëteiten en vectorvelden. De Borsuk-Ulam, de Zlustenik, de Snirelman, Hopf. Die heeft heel veel interesses gehad in dit resultaat en heeft er erg veel uitbreidingen over gedaan, et cetera, et cetera. Weer zie je dat Brouwer doet iets en er ontwikkelt zich een heel eigen gebied, wat heel erg belangrijk wordt binnen de wiskunde. Dan wil ik het hebben over een derde onderwerp, dimensietheorie. Als je kijkt naar de vraag wat je zou moeten verstaan onder de dus dimensie van een wiskundige structuur, dan gaat dat terug helemaal tot de Griekse filosofen en wiskundigen. Nou, als je dan kijkt naar de Euclidische ruimte Rn, dacht men in de 19e eeuw, ja, in Rn heb je n onafhankelijke richtingen. Dus wat moet de dimensie van de Rn zijn? Ja, dat moet natuurlijk n zijn. Dat kan niet missen, want je hebt daar n onafhankelijke richtingen in. Maar in 1877 bewees Cantor, en daar had Wim het al eerder over, dat de Rn voor verschillende n en m in één eendcorrespondentie gebracht kunnen worden. Dus er is een bijectie van de Rn op de Rm. Nou, in de Rn heb je n onafhankelijke richtingen en onder de bijectie zie je die niet meer. Want dan kom je in de Rm uit en dan heb je m onafhankelijke richtingen. Dus de onafhankelijke richtingen ben je helemaal kwijt als je die bijectie toelaat. En dat gaf allerlei verwarring. En hij concludeerde dat het verschil tussen topologische structuren van verschillende dimensies, zal je moeten zoeken in hele andere dingen dan in de n-onafhankelijke richtingen. De functies van Cantor zijn niet continu. Dus men dacht, hé, zit het daarin? En toen Cantor daarover correspondeerde met Dedekind, zeiden ze van ja, als we nou eens continuïteit erin gooien, gaat het dan wel goed. En zo formuleren zij een vermoeden van als het continu is, dan is alles prachtig. Nee, in 1890 bewees Peano echter dat er een continue surjectie is van het eenheidsinterval op het vierkant. Eenheidsinterval heeft één onafhankelijke richting. Het vierkant heeft twee onafhankelijke richtingen. Dus ook met continuïteit kom je er niet. En hieruit volgt gemakkelijk dat er voor elke n een continue afbeelding is van i op i in de macht n. Dus je kunt zelfs onder continue afbeeldingen van 1 naar n onafhankelijke richtingen gaan.
verwarring alom. Niemand die eruit kwam. En men vond dat leuk, interessant, maar men kwam er niet uit en men kwam er niet verder mee. De functie echter van het piano is niet bijectief. En men dacht, er zit het misschien daarin. En hier zie je een functie zoals die van piano, hoe je van het interval het hele vierkant kunt bedekken in de limiet. Het is een rij van continue functies. Dan moet je de limiet nemen en dan krijg je een continue functie. Het is een soort fractal. Dit is niet de oorspronkelijke functie van piano. Die ziet er iets anders uit, maar het idee is ongeveer hetzelfde. Maar er is geen continue bijectie van het interval op het vierkant. En dat kun je heel, heel gemakkelijk aantonen. Maar het is niet zo makkelijk aan te tonen dat er geen continue bijectie is van het vierkant op de drie kubus. Dat kun je ook afvragen. Dit is heel simpel, maar van dat vierkant naar de drie kubus, dat is lastiger. Verschillende wiskundigen dachten daarover na, waaronder hele beroemde wiskundigen. Maar men kwam er niet uit. Geen bevredigende resultaten. En er was een doorbraak nodig, heel duidelijk. En die kwam van Brouwer, onze dwarse denker. Voortbouwend op de ideeën die er waren, gaf Brouwer in 1913 de eerste formele definitie van de topologische dimensie. De zogenaamde dimensionsgraad van een topologische ruimte X. Dat was een dimensiefunctie die in puur topologische termen was gedefinieerd. En dat was een revolutionaire ontwikkeling. Niet alleen dat de definitie revolutionair was, maar hij bewees ook dat voor elke n de dimensionsgraad van de Rn exact n is. Dus hij kon wel n aan de Rn hangen, anders dan de n onafhankelijke richtingen, waar ik het eerder over had, maar in puur topologische termen. En dat betekent dat je Rn niet continu kunt vervormen tot Rm als n is ongelijk aan m. Dit resultaat en Brouwers bewijsmethode schokte de wiskundige wereld van zijn dagen. Dus Brouwers bewijs van de stelling de dimensionsgraad van Rn is n, dat gebruikt een spel. En het is de eerste keer dat speltheorie voorkwam in een serieus wiskundig bewijs. Ik ben bijna klaar. En de generalisatie, het is de bekende stelling over de invariantie van de dimensie van gebied, maar daar zal ik nu niet op doorgaan in verband met de tijd. Wat was het resultaat hiervan? De Brouwer kreeg veel visite in Laren. Hier ziet u Alexandrov links en Urizon rechts, die hem bezochten in Laren in 1924. En Mineuter kwam op visite. Alle grote wiskundigen van Brouwers tijd kwamen bij hem in de tuin over wiskunde praten, in zijn hut. Veel nieuwe ontwikkelingen ook weer. De cohomologische dimensie is eigenlijk van Brouwer enzovoort, enzovoort, enzovoort. Karakteriseringen van topologische variëteiten, oneindige dimensionale topologie, zijn allemaal ontwikkelingen die uit de ideeën van Brouwer vandaan kwamen. En hier is de literatuur die u moet lezen. Van Dalen, Van Dalen, Van Dalen, Van Dalen, Van Dalen, Van Dalen, Van Dalen. Van Dalen, dan is er niemand en af en toe is er nog eens iets anders. Leest u Van Dalen en dan leest u alles over deze interessante historie over de topologie en Brouwer. En dus dat was het. Ik dank u voor uw aandacht. Dames en heren, het was een veelzijdig mens. En ik ga u confronteren met een heel andere kant van Brouwer. En het is heel toepasselijk dat we dat in een kerk doen.
Ik lees het even voor. Toen heb ik aanschouwd de eeuwigheid. Zeg niet dat het niet kan. Ik heb het zelf ondervonden. Eén ogenblik heb ik diep mijzelf aanschouwd door te versmelten in het al. Niet met een vaag gevoelen. Met een klaar, helder bewustzijn voelde ik, zag ik, door de zuivere werking van mijn geest mij al het stoffelijke ontzinken. Zag ik de openbaring van Plato's ideeënleer. Zag ik de waarheid zelf. Of liever, bewust was ik in haar. Ik zag de werkelijkheid van de geest, de onwerkelijkheid van de stof. Het niet zijnde, oneindig God, u had ik aanschouwd. Nooit, nooit meer kon ik u verliezen. Dit is niet een tekst uit het Brouwerarchief. Dit is een tekst uit de biografie Cornelia de Vogel, Leven en Bekering van de Nijmeegse historicus Luyckx. En het betreft dan Cornelia Vogel, hoogleraar antieke moderne middeleeuwse wijsbegeerte in Utrecht geruime tijd. En ze beschrijft een mystieke ervaring. Waarom vertel ik dat? Wel, zij heeft een mooi boek over Plato geschreven. En u hoorde ook dat ze de ideeënleer van Plato noemde. En u ziet hier de allegorie van de grot. Volgens Plato moet je onze mensen vergelijken met die figuren daar links. Die zitten vastgebonden. En die kunnen maar één kant op kijken. En waar kijken ze naar? Ze kijken naar beelden. En voor hen is dat de werkelijkheid. Wat is er met die beelden aan de hand? Ja, die worden teweeggebracht door een vuur en andere mensen die poppen omhoog houden en dat levert dan die schaduw op de wand op. Maar de daar vastzittende in dat theatertje, die denken dat dat de ware werkelijkheid is. Maar Plato zegt, er is veel meer. Er is de buitenwereld, de ware buitenwereld. En het hoogste daarin is de zon. En ik beweer dat in wezen dit uiteindelijk ook Brouwers wereldbeeld is. Er zijn natuurlijk verschillen, hè? In wezen zeg ik, er zijn natuurlijk verschillen. Ruimte en tijd zijn bij Brouwer onderdeel van het theater waar wij allemaal in zitten. En de menselijke geest die schept mede dat theater. En daar wil ik wat met betrekking tot het begrip waarheid nog een opmerking maken. Je kunt drie soorten waarheid onderscheiden bij Brouwer. Is het de waarheid van het gezond verstand en de wetenschap. Velen beschouwen dat als, wat dan in het om wetenschap gaat, als het superieure waarheidsbegrip. Maar dat is in feite de waarheid van de gevangenen. En in Brouwers categorisatie een inferieur waarheidsbegrip. Beter is al de immanente waarheid. De allegorie van de grot, dat is immanente waarheid. Die verwijst naar de structuur van de werkelijkheid. En dan hebben we nog de transcendente waarheid. Daarover praten is erg moeilijk. Als je de zon ziet, als je God ziet, als je God voelt, dan ben je in contact met de transcendente waarheid. En dat laat zich moeilijk omschrijven. Ik ga nu naar de jonge Brouwer. Brouwer van 17. Ik heb geen foto van toen hij 17 was. De linker foto is van toen hij 15 was. En op de tweede foto zie je hem als hij ergens 20 plus is. Ik probeer hem even te karakteriseren. Hij was buitengewoon intelligent. Veel intelligenter dan zijn omgeving in het algemeen. Ook serieus. Brede belangstelling. Waarheidslievend. Ik zie af van allerlei andere dingen die je nog kunt noemen. Het is positief. We vieren iets. En Brouwer meent wat hij schrijft. Hij hield niet van flauwekul. En waarom heb ik het over Brouwer op 17-jarige leeftijd? Wel, op 17-jarige leeftijd legt hij een geloofsbelijdenis af in de Remonstrantse kerk. Hier in Haarlem, 10 minuten lopen hier vandaan. De kerk is nog actief, er zit nog geen meubelverkoop in. Mooie kerk. En waarom doet hij dat daar, terwijl toch zijn ouders Nederlands hervormd waren? Wel nu, ik denk dat hij geen zin had in de Nederlands hervormde geloofsbelijdenis. Want hoe ging dat? Als je dan zo 16, 17 was, dan ging je bij de dominee langs regelmatig, ging je op catechisatie. En dan na verloop van tijd dan vond men dat je belijdenis moest doen. En dat wilde zeggen een standaardtekst onderschrijven. Daar had Brouwer geen zin in. Hij wilde wel geloofsbelijdenis doen, maar dan wilde hij ook belijden wat hij echt geloofde. En dat deed hij in de Remonstrantse kerk. Ik lees voor. De vraag is, wat is de grondslag van mijn vertrouwen op God?
En deel van zijn antwoord is: immers het enige ware voor mij is mijn eigen ikheid van het ogenblik, omgeven door een schat van voorstellingen waaraan die ikheid gelooft en die haar doet leven. Mijn leven nu is mijn overtuiging van mijn ikheid en is mijn geloven in mijn voorstellingen. En daaraan knoopt zich direct vast het geloven in dat wat de oorsprong van mijn ikheid is en dat mij mijn voorstellingen geeft, onafhankelijk van mij. Dus iets dat, evenals ik, leeft en boven mij staat en dat is mijn God. Interessant is dat hij ook het volgende zegt: deze opvatting sluit in zich mijn onsterfelijkheid. Of liever, kan niet denken aan sterfelijkheid. Immers, het begrip tijd zowel als ruimte behoren tot mijn voorstellingen. Maar mijn ikheid is daar volkomen los van. En dan zijn er natuurlijk nog de andere mensen. De voorstellingen verder die mij gegeven zijn, bevatten in zich bijvoorbeeld ook dat er andere ikheden zouden zijn. Ook met voorstellingen. Maar deze zijn niet reëel. Zij zijn de delen van mijn voorstellingen, dus van mij. Bijna nergens vind ik mijn eigen gedachten en zielenleven terug. De mensenschimmen om mij heen zijn voor mij het lelijkste deel van mijn voorstellingenwereld. Interessante geloofsbelijdenis. En ik heb daar de term ontologisch solipsisme staan. Op dit moment, als die Brouwer op 17-jarige leeftijd die geloofsbelijdenis aflegt, dan is hij een ontologisch solipsist. En wat is een ontologisch solipsist? Dat is iemand die je kunt vergelijken met iemand die in een theater zit als enige toeschouwer. En de werkelijkheid is hij zelf, of zijzelf, wil niet seksistisch overkomen. En de beelden op het scherm. En de andere mensen zijn beelden op het scherm en zijn dus bestaan niet echt. Na 1898, want dat is het jaar waarin hij die geloofsbelijdenis aflegt, dan werkt hij die levensbeschouwing, wereldbeeld, werkt hij dat uit. Hij stapt op een gegeven moment af van dat ontologisch solipsisme, maar contact met de geest van anderen, dat blijft onmogelijk naar zijn mening. En het intellect speelt een fatale rol bij het instand houden van de droeve wereld, om zijn termen te gebruiken. Maar er zijn allerlei nieuwe elementen. Er is ook het element van de bevrijding, want het is natuurlijk in wezen een ellendig bestaan. Er is het element van de bevrijding, die is mogelijk door introspectie, zelfinkeer. Een ander element wat ik eruit til is dat je bij je eigen bestaan passende leven moet leiden. En een belangrijk moment is 1905. Dan verschijnt het boek Leven, Kunst en Mystiek, gebaseerd op colleges die Brouwer in het Studium Generale in Delft had gegeven. En daar vind je al een weer uitgebreidere versie van zijn levensbeschouwing. Hij geeft een uitvoerige beschrijving van de droeve wereld. En de mogelijkheid van bevrijding is ook heel duidelijk aanwezig. Het is eigenlijk een boek vol immanente waarheid. Hij beschrijft onze situatie. Maar hij spreekt ook over transcendente waarheid. En daar citeert hij de Bhagavad Gita. En dat is voor mij de reden geweest om de voordracht de titel te geven: Brouwer en de Bhagavad Gita. En ik dacht, ik ga naar dit alles kijken vanuit het oogpunt van de Bhagavad Gita. Maar eerst even twee citaten uit Leven, Kunst en Mystiek. Hier heb je de droeve wereld en de rol van het intellect daarin. Het leven, een heel bekend citaat: het leven van de mensheid als geheel is een arrogant uitvreten van haar nesten over de gave aarde. Een knoeien aan haar moederend gewas, knagend, schendend, een steriel maken van haar rijke scheppingskracht totdat ze alle leven heeft vervreten. En om de dorre aarde dort de mensenkanker weg. De dwaasheid in hun hoofd die dat begeleidt en hen zelf gek maakt, noemen ze de wereld begrijpen. De wetenschap, gezond verstand en dergelijke. U begrijpt het wel. En dan de bevrijding, de oplossing door zelfinkeer. Daar zegt hij van: dat inkeren tot uzelf geeft een gevoel van moeite te kosten. Het schijnt alsof je daarbij traagheid had te overwinnen. Wordt het u niettemin gegeven alle traagheid te overwinnen en voor te gaan, dan gaan de hartstochten zwijgen. Gevoelt u afsterven van de oude aanschouwingswereld, van tijd en ruimte en alle andere veelheid.
en de niet langer gebonden ogen in het blijde stilte gaan open. Ik denk dat Brouwer toen hij dit opschreef serieus was. Hij was natuurlijk niet wars van enig effectbejag, maar in wezen is hij serieus als hij het schrijft. Hij gaat dan mystici citeren, ik sla vanwege de tijd toch Meister Eckhart maar over en ik ga meteen naar de Bhagavad Gita. Dat is een geweldig werk. Dat betekent lied van de Heer. Gita is het lied. En Bhagavad, het Slavische woord voor God, is Bog. Daar vind je dat Bak terug. Dat is dus God, het lied van de Heer, het lied van God. Wat is dat voor een boek? Het is een heilig boek voor Hindoes. Centraal is een gesprek. Het hele boek is een gesprek. Het is een gesprek tussen twee figuren. En die zie je in die strijdwagen staan. Eén daarvan is de wagenmenner. Dat is de god Krishna. En de ander is Arjuna. Dat is een van de aanvoerders van een van de legers. De beroemde boogschutter. En daar staan die legers tegenover elkaar. En er zal een gevecht beginnen. En er zullen veel mensen bij omkomen. En Arjuna die wil dat gevecht helemaal niet. Dus hij wil er niet aan beginnen. En daar gaat het over. Dat is het centrale thema. En Krishna die overtuigt uiteindelijk Arjuna ervan dat hij toch moet gaan vechten. Want een mens moet doen waar hij voor geboren is. En Arjuna gaat dan ook vechten. Maar tegelijkertijd vertelt Krishna Arjuna hoe de wereld in elkaar zit. Immanente waarheid. Kijk, dat is een big thing in India. Dit is een bronzen beeld dat je in Kurukshetra in Noord-India kunt aantreffen. En dat beeld weer die situatie uit van die twee mannen, die God en die mens die met elkaar praten in die strijdwagen. De Bhagavad Gita. Boek 7, vers 27. O dappere Arjuna, de mens leeft in een sprookjeswereld. Misleid door de begoocheling van elkaars tegengestelde gewaarwordingen. Verblind door begeerte en afkeer. Het is niet moeilijk om Krishna te identificeren met de God uit de geloofsbelijdenis. Neem boek 10, vers 8. Ik ben de bron van alles. Uit mij vloeit alles voort. Daarom vereer de wijze mij met onveranderlijke toewijding. En verderop. O Arjuna, ik ben het zelf, gezeteld in de harten van alle wezens. Ik ben het begin en het leven en ik ben het einde van hen allen. Doet het goed in een kerk, hè? Ja, en dit vind ik ook interessant. Je moet het leven leven waarvoor je geboren bent. En dit is dan direct van betrekking op Arjuna. Volmaking wordt bereikt als elk zich ijverig op zijn plicht toelegt. En dan komt er een karakterisering van een krijgsman. En dan komt de conclusie. Doch als geweigerd te vechten voor deze rechtvaardige zaak, dan zult ge uw plicht en uw eer verzaken en u daardoor zonde op de hals halen. En zoals ik al eerder zei, Arjuna gaat vechten en zijn leger wint. In Leven, Kunst en Mystiek wordt, zoals ik al zei, de Bhagavad Gita geciteerd. En ik heb er twee en straks misschien nog een paar uitgetild. Boek 2, de versen 62 tot 63. Wanneer een mens blijft stilstaan bij het zintuigelijk object, dan schept hij er een aantrekkingskracht voor. Aantrekkingskracht ontwikkelt zich tot begeerte en begeerte baart toorn. En toorn leidt tot ondergang. Maar, boek 2, 64, maar de mens die zichzelf in bedwang heeft, die zich beweegt te midden van zijn zintuigelijke objecten, vrij van gehechtheid zowel als van afkeer, die wint eeuwige vrede. Nog ook uit de Leven, Kunst en Mystiek. Wanneer hij de gelukzaligheid geniet die de zinnen te boven gaat en die alleen door de zuivere reden begrepen kan worden, wanneer hij tot rust komt in zijn eigen hoogste zelf, dan zal hij nooit meer afdwalen van de werkelijkheid. Wanneer hij dat gevonden heeft, zal hij zich realiseren dat geen enkel ander bezit zo kostbaar is. En wanneer hij daar eenmaal gevestigd is, kan geen ramp hem meer verstoren. Daar ligt dus de bevrijding. Ja, een reden om de Bhagavad Gita te nemen als invalshoek is gelegen in Brouwers optreden op het internationale wijsbegeertecongres in 1948 in Amsterdam. Er waren allerlei beroemdheden. De Brei, zoals je dat moet uitspreken, maar ook Reichenbach, en Popper was er.
Hij is 67 jaar oud, Brouwer dan. En zijn lezing die heet Consciousness Philosophy and Mathematics. En Brouwer bleek in het geheel niet van mening veranderd te zijn. Kijk, dit is in Cambridge, maar hij moet er ongeveer zo uitgezien hebben in die tijd. En de eerste zin die luidt, intrigerende eerste zin. Hij zegt, first of all an account should be rendered of the phases consciousness had to pass through in its transition from its deepest home to the exterior world in which we cooperate and seek mutual understanding. Dus het bewustzijn, ja, gaat de wereld in. En dan moet een verslag van hoe dat gaat, wat dat inhoudt, gegeven worden. This account does not imply mutual understanding and in some way may remain a soliloquy. Een alleenspraak. The same can be said of some other parts of the lecture too. Dus een aardige aankondiging. Zo, ik ga een mooi verhaal vertellen, maar dat zal waarschijnlijk wel geen geheel niet begrepen worden en een alleenspraak blijven. En ja, de vraag van hoe dat theater waar we in zitten met z'n allen tot stand komt, daar speelt onze geest dus een belangrijke rol in. Dat is iets wat Brouwer bezighoudt en daar ga ik het niet uitgebreid over hebben, nauwelijks. Maar even dit, want dat zegt hij in die voordracht. Hij zet uiteen hoe vanuit het bewustzijn eerst de geest en dan de buitenwereld ontstaat. Als het bewustzijn onderscheid gaat maken tussen verleden en heden, ontstaat de geest. Dat heeft meteen ook met tijd te maken. En die tijdsintuïtie ligt ten grondslag aan zijn ideeën over de natuurlijke getallen en die constructivistische wiskunde. De geest gaat vervolgens causale rijen onderscheiden en in dat proces ontstaat de buitenwereld. Ik begrijp niet helemaal precies, moet ik bekennen, hoe dat gaat, maar dit is wat hij daar zei. En de wiskundige abstractie leidt vervolgens tot de natuurlijke getallen en de rest van de wiskunde. Dat duidde ik net aan. Kijk, hij citeert dan ook de Bhagavad Gita. En wanneer doet hij dat? Nou, hij gaat op een gegeven moment over of we waarheid en wijsheid tegenkomen bij de overgang van puur bewustzijn naar de wereld zoals we die ervaren. En hij citeert dan, en hier heb ik toch maar de Nederlandse vertaling opgeschreven. Dat is overigens een kwestie natuurlijk, want het is Sanskriet oorspronkelijk. En er zijn allerlei vertalingen en die verschillen. Het is net als bij de Bijbel, die verschillen zo nu en dan. Maar dan gaat hij die niet in staat is tot haat, jegens enig wezen die vriendelijk en meedogend is, vrij van zelfzucht, zonder trots, gelijkmoedig in vreugde en in smart en vergevensgezind, altijd tevreden, evenwichtig, zelfbeheerst, resoluut en die zijn geest en zijn verstand aan mij heeft opgedragen, zulk een aan mij toegewijde leerling is mij dierbaar. Krishna dus. Ja, dit vind ik fantastisch. Want Frits Staal, die naam zegt u vast wel iets. Amsterdam, Berkeley en de expert met betrekking tot Indische filosofie, filosoof, die woonde die lezing van Brouwer bij. En hij schreef daarover, Brouwer included in his talk a long quotation from the Bhagavad Gita, torn out of its natural context and placed in a new and totally unintelligible environment. Nou ja, Brouwer had hem gewaarschuwd. Nog één ding. De vraag is natuurlijk, in die periode tussen de, en ook daarvoor al, die geloofsbelijdenis, levenkunst en mystiek, en ook daarna, wie, wat heeft Brouwer nou beïnvloed daarin? We weten dat hij veel las, maar we weten niet precies wat. En er is de gedachte die mij aanspreekt, dat Schopenhauer een cruciale invloed heeft uitgeoefend. Het wonderlijke is alleen dat Brouwer Schopenhauer nauwelijks noemt. En als hij hem noemt, dan is het zeker niet in de zin van daar heb ik zoveel aan te danken. Nou is er onlangs in eigen beheer een boek verschenen, eigen beheer uitgegeven van Marcel van Bellen. En het is een intrigerend boek. En het boek heet Schopenbrouwer. Zijn stelling is, Schopenhauer heeft Brouwer essentieel beïnvloed. Eigenlijk kun je Brouwer alleen maar begrijpen met Schopenhauer als invalshoek. Ik vind het aardig dat hij dat heeft geschreven. Ik ben er nog niet helemaal doorheen. De stijl is polemisch, dat heeft ook iets charmants. Kijk, achterop het boek kan je dit lezen. Uit tal van voorbeelden in dit boek wordt duidelijk dat eerdere commentatoren bitter weinig van Brouwer hebben begrepen.
Het beeld dat ze van hem hebben geschetst is rijp voor de sloop. Hij noemt mij ook. Hij is redelijk vriendelijk, maar het is eigenlijk ook rijp voor de sloop, hoor. Ik vind het mooi dat ook aan dit aspect van Brouwer op deze manier aandacht wordt besteed. Er komt een recensie in het nieuwe archief, dus ik kijk er naar uit. En dan ben ik bijna aan het eind van mijn verhaal. De organisatie van iets als dit en het vinden van het archief, laat ik het zo zeggen, en dan het transporteren van het archief hier naar Haarlem en het ontsluiten van het archief, dat is, als je erover nadenkt, toch nog een hele onderneming. En ik heb daar links een hele rij namen staan die er allemaal op de een of andere manier een rol bij hebben gespeeld. Walter van Sticht en Dirk van Dalen zijn begonnen met het archief. Laten we zeggen het samenstellen van het archief. Van Sticht is begonnen en met name Dirk heeft er enorm veel werk aan verricht. En Godelieve Polte is al genoemd. Hè, toen dat archief overgedragen moest worden en hier in Haarlem een huis moest vinden. Mieke Schaap zit in de commissie Persoonlijke Archieven. Liewe is de directeur. Er is ook sprake van geld natuurlijk in zo'n geval. Ik heb rechts allerlei instellingen gestaan die bijgedragen hebben. Daaronder het Noord-Hollands Archief. Dat is ook op het financiële punt financiën heel coöperatief geweest. Herman Terriele zit in de commissie, Teddy Becker zit in de commissie, Gerard Albert zit in de commissie, Hendrik Lensda zit in de commissie, Wil Schilders, Platform Wiskunde Nederland, Jan-Willem Klop, Wim Veldman, Jan van Meel, Klaas-Pieter Hart en ik ben zeker nog een aantal mensen vergeten. Maar ik geloof niet dat ik heb een poging gedaan. Ik dank u voor uw aandacht, ik weet niet wat er nu nog komt. Laat ik het toch nog doen, want niemand heeft me gestopt tot nu toe. Ik ben begonnen met die beschrijving van die mystieke ervaring. En dan zou je zeggen, had Brouwer ook van dat soort ervaringen? Dirk denkt van wel in de biografie. Ik denk het ook. En waarom heeft hij daar dan nooit over geschreven? Nou, dan is dit misschien interessant. In Levenkunst en Mystiek schrijft hij van de meeste werken van transcendente waarheid die tot ons zijn gekomen, was de schrijver een imitator. Ja, dat wil Brouwer natuurlijk niet wezen. Zijn geestelijke vader zal nooit neiging tot schrijven hebben gehad. Maar de waarheid straalde uit van zijn persoon. Oneindig veel sterker, zonder dat hij sprak of schreef, zijn leven lang. Hij zou in de vereiste verdunning niet kunnen schrijven. Maar voelde ook geen neiging om de waarheid die boven de aarde leeft, op de aarde te doen bedelen. Nou, daar kun je over nadenken. Ja, in de voordracht hier in Amsterdam komt ook het solipsisme weer aan de orde en hij maakt volkomen duidelijk dat hij van mening is dat contact met de geest van een ander onmogelijk is, essentieel. En men noemt het dan wel epistemologisch solipsisme, Brouwer als epistemologische solipsist. Ik denk dat ik nu aan het einde ben. Ik dank u zeer. Ik geef de directeur nog even het woord. Dankjewel, Teun. Dames en heren, we zijn aan het eind gekomen van het gedeelte met de lezingen. En dat geeft mij gelukkig de gelegenheid om nog één foutje te herstellen wat ik bij de opening net gedaan heb. Daar heb ik een aantal mensen welkom geheten en dat waren allemaal ongetwijfeld hele belangrijke personen die hebben bijgedragen om dit archief van Brouwer toegankelijk te maken. Maar ik ben één persoon vergeten. En dat was eigenlijk een van de allerbelangrijkste. Namelijk degene die het archief afgemaakt heeft qua schoning en inventarisatie. En zonder wie we hier met z'n allen niet hadden gestaan. En dat is Mechtold Gravendeel. Mechtold, wil je even gaan staan? Bert de Miek heeft daarbij geholpen en geassisteerd. En Mieke misschien ook. Maar ik wilde in ieder geval jou als noeste inventarisator, en dat was je, genoemd hebben. Dat gezegd hebbende, nodig ik u allen uit voor een hapje en een drankje. En mocht u nog vragen hebben aan één van de drie sprekers, of alle drie, kan ook, dan kunt u dat tijdens de borrel zometeen doen. Ik dank u allen voor uw komst. Ik dank de mensen thuis voor hun belangstelling. En ik hoop u ooit weer een keertje op een ander symposium of op een andere gelegenheid hier te zien. Dank u wel.